Goed, dames en heren. Ik wilde gaan starten. Het is 2 minuten over 3, dus best nog wat mensen binnenlopen, zo links en rechts. Digitaal dan. Maar ik denk dat het goed is om ook een beetje gelet op de tijd te starten. Welkom bij deze sessie van het 32e symposium Bodembreed. Dat vindt al 32 jaar plaats. Deze keer in een digitale vorm. En we gaan het hier vanmiddag in deze sessie hebben over nieuwe ontwikkelingen van en ervaringen met de basisregistratie ondergrond, de BRO. Mijn naam is Henk Koster en ik werk bij SIKB. Ik heb in een verleden ook bij TNO nog enige betrokkenheid gehad bij de basisregistratie en ervaring natuurlijk in bodemgrondreinigingswereld. En ja, die BRO, het is natuurlijk een enorme hoeveelheid gegevens die momenteel al over ondergrond in de basisregistratie zijn opgenomen. En die informatie die gaat ons volgens mij goed helpen bij het krijgen van inzicht in kansen en risico's in de ondergrond. En die gaat ons ook helpen bij het oplossen van allerlei maatschappelijke vraagstukken. En daarover willen we het in deze sessie gaan hebben. We hebben alles bij elkaar 4 sprekers vandaag in ons midden. Om te beginnen gaan Martin Peersman en Rosalie Wijtenburg in die volgorde, en daarom doe ik het even andersom, vertellen over de stand van zaken van de BRO en over toepassingen in de praktijk. Vervolgens gaat Arthur de Groof het hebben over de implementatie van de BRO. Een kwestie van organiseren heeft hij zijn presentatie genoemd. En tot slot gaat Roeland Heuf van SIKB het hebben over milieuhygiënische bodemkwaliteitsgegevens in de BRO en een onderzoek daarover heeft plaatsgevonden. Het is goed voor u allen om te weten dat we deze en alle andere sessies opnemen. De beelden die er zijn en de plaatjes, maar ook de tekst, die wordt opgenomen en die zal later op enige manier beschikbaar komen. Iets anders is dat we rechts in beeld een chatfunctie hebben. Ik zou jullie allemaal willen vragen om daar ook dankbaar gebruik van te maken. Ik lees mee en dat kunt u ook gebruiken na iedere presentatie een paar vragen de revue te laten passeren. Die zal ik dan wel proberen goed te verwoorden. Dan hebben de presentatoren de mogelijkheid om daar een antwoord op te dichten. En aan het einde, dus voor 4:30, hoop ik dat we niet uitgelopen zijn en dat we nog enige ruimte voor een discussie zullen hebben. En ik verwacht eerlijk gezegd dat wel zal zijn. Maar goed, we hebben een vol en ik denk interessant programma. Dus laten we daar niet te lang over doorbabbelen. Laten we maar gewoon gaan beginnen. En volgens mij, Martin, ben jij degene die de eerste presentatie zal gaan hebben en houden. Dat is over de stand van zaken van de basisregistratie. Martin, aan jou de vloer. Ja, als het goed is, zien jullie nu de presentatie. Ik ben Martin Peersman, programmanager van de basisregistratie ondergrond. Eindverantwoordelijk voor de implementatie. Ik doe deze presentatie samen met Rosalie Wijtenburg, die een mooi praktijkvoorbeeld van de BRO op de Noordzee heeft gedaan voor IJmuiden. Ik neem je even mee in het programma. Het programma is begonnen een aantal jaar geleden. Recentelijk is er door de invoering van de Omgevingswet, dat besluit is trouwens 1/2 jaar uitgesteld, was er wel een discussie in de Eerste Kamer en daar heeft mevrouw Klip, vond ik, een heel mooi betoog houden over de bodemondergrond voor het fundament van ons bestaan. En zij gaf daar ook in aan dat we voor toekomstig gebruik van de ondergrond een goede balans tussen benutten en beschermen moeten vinden. En dat je de ondergrond en bovengrond met elkaar verbindt in 3D ruimtelijke ordening. In de klimaatadaptatie, daar passen we een systeembenadering toe, dat ook voor de bodem en ondergrond
Kijk alsjeblieft naar het systeem, hè, het aardse systeem. Goede samenwerking tussen de overheden. Onzekerheden is een uitdaging. Hè. Dat is ook de Raad voor Regeringsbeleid. En het monitoren van effect op de leefomgeving als je activiteiten doet in de ondergrond. En dat kent u in deze sector maar al te goed. En dan heeft dat altijd ook effect op de leefomgeving. En hoe gaan we dat dan monitoren? En dan kom je in de volgende, dat er altijd naast de ruimtelijke aspecten ook een factor tijd is. Hoe veranderen zaken over tijd? Wat zij heel belangrijk vond, maar wat ook de hele Eerste en Tweede Kamer belangrijk vond, is dat er voldoende kennis en kennisontwikkeling is, kennisverspreiding en toepassing in de praktijk. En die kennisontwikkeling wordt natuurlijk ook geborgd, en mevrouw Stientje van Veldhoven gaf daar ook het antwoord op, binnen het programma Bodem Plus, maar ook binnen organisaties als SIKB. Dat zijn natuurlijk fantastische organisaties waar veel kennis en kunde in het werkveld is verzameld. En waar we ook met z'n allen aan samenwerken. Dat is waar de overheid, bedrijfsleven en de wetenschap samenwerken. Nou, ons beleid vanuit Binnenlandse Zaken is daadgedreven werken. Binnen daadgedreven werken hebben wij een aantal basisregistraties ter beschikking gesteld. Dit zijn de basisinformatie en die basisinformatie, daar geldt verplichte dataleverantie, maar ook verplicht gebruik. Het is in alle processen van bestuursorganen, bevoegd gezag en vergunningverlening, maar ook in je eigen uitvoeringsprocessen worden deze gegevens gebruikt. Denk eraan de basisregistratie adres en gebouwen, de basisregistratie topografie, maar ook de basisregistratie ondergrond. Nou, waar is die basisregistratie ondergrond? U kunt de detailinformatie vinden op www.basisregistratieondergrond.nl. Dan komt u in dit menu. Ja, en hier kunt u heel makkelijk uw wegwijs in vinden. Daar staat ook het rapport wat Roland Heuf zometeen zal presenteren. Ik stip het ook even aan, meneer, vanuit de beleids- en financieringsaspecten. Arthur zal u meer meenemen van hoe inverteer je de bureau. En daar hebben we dus een rol als bronhouder of als dataleverancier. En wat betekent dat dan voor jou? En ook als gebruiker eventueel. En Roos, die vertelt iets over het gebruik. Waar kan je dat dan toepassen? Ja, de basisregistratie heeft een lange historie. Het is een beleidsvoorbereidingsfase in 2008. In 2017 zijn we begonnen met de implementatie van de uitvoering van het beleid. Dat is dat programma basisregistratie ondergrond fase 1. We zijn nu in medio 2021, we zijn dus eigenlijk aan het eind van het programma. De vierde tranche is bijna gerealiseerd. We zijn nu nog een aantal registratieobjecten aan het implementeren. De wetgeving en consultatie is geweest. Dat betekent dat op 1 januari 2022 gaan nog een vier, vijftal registratieobjecten treden in werking. Op 1 juli 2022 de laatste registratieobjecten en dan is het programma afgerond. Voor de fase 1. Er is altijd in de besluitvormingstraject rond de wetgeving enorm behoefte geweest vanuit de Kamer om de milieukwaliteit, de bodem- of milieuhygiënische data of bodemkwaliteitsgegevens, ook op te nemen in de basisregistratie ondergrond. Als mede ook de cultuurhistorische waarde. Nou, daar hebben we recentelijk weer een onderzoek naar gedaan van wat betekent dat, wat is de impact van de opname, is dat nog wenselijk? Wat zijn de maatschappelijke kostenbaten? Wat is de lastendruk? En dat rapport dat zal aan u worden gepresenteerd door Roland Heuf. De inhoud daarvan en de bevindingen. Waar het eigenlijk op neerkomt, ja, de hele sector ondersteunt dat de bodem- en milieuhygiënische gegevens in de bureau worden opgenomen, zodat je op één centrale manier dat kan ontsluiten. Maar daar is een kostenberekening samen met het gehele werkveld zo. Meer dan 60 partijen hebben daar mee gedragen en zeer zorgvuldig op. Nog getoetst door Ecoris, of dit voldoet aan alle eisen van de overheid. En ook de onzekerheden voldoende zijn meegenomen. Die kosten, daar zijn initiële kosten van 11,9 miljoen euro voor een periode. Initieel voor twee jaar de hoofdinvestering en dan nog een aantal jaren zeg maar, de aansluitkosten en de migratie. In die kosten, daar zijn maar een bedrag voor het maken van de bronhouderportaal, landelijke voorziening, de standaard, de koppervlakken naar PDOK, etc. En daarnaast is er ook een substantieel bedrag opgenomen
voor de bronhouders hun aansluitkosten en implementatiekosten. Met name de gemeentelijke bronhouders. Naast is er structurele kosten. Hè, wanneer het eenmaal up en running is, moet je het ook onderhouden en bijhouden. En die zijn geraamd over 2,5 miljoen. Nou, de dekking van deze kosten, daar is een Kamerbrief op 10 mei 2021 gestuurd door de minister, de staatssecretaris van INW. Daar is er toegezegd dat nog dit jaar er besluitvorming zal plaatsvinden over de uitbreiding van de bureau. En ja, daar zijn eigenlijk, omdat we nu in een bijzonder jaar zitten met de verkiezingen, een demissionair kabinet, een kabinetformatie, zijn er meerdere mogelijkheden waarin we zeg maar, de dekking aan het zoeken zijn. En de dekking loopt in deze sporen. Ja, het komt er waarschijnlijk op neer, mocht de kabinet, het zit dus ook in de herstelfonds, als het kabinet onvoldoende de coördinatie te lang duurt, dan gaat het mee in nog de augustusbrief voor de begroting van 2022-2023. Dus ja, dat is eigenlijk het valnet wat er is, het spoor wat hier gevolgd wordt. Nou, we zullen dat nauw monitoren. Ik hoop dat u vanuit de sector ook dit monitort, want het is wel belangrijk dat die middelen er ook komen. Nou, wat is het spoor zeg maar, rondom de herstel? Plan van, dat is eigenlijk het Rutte herstelplan van Nederland. Daar zit een voorstel in, Digital Twin van Nederland. En ook hierin is de dekking van deze kosten meegenomen. En daar zijn 10 field labs opgesteld. 1 daarvan is Flevoland. Ja, die field labs die zijn een tweede is bijvoorbeeld hier de werken bij de Lekdijk. En in al dit soort grote projecten zien we dat ook de bodem van het Rijksgegevens van groot belang zijn. En dat je die integraal op een centrale manier ontsluit. Dat ze toegankelijk zijn van alle stakeholders. Zowel de netbeheerders die je kamers en leiding moeten aanleggen. Als ook andere partijen. Nou, we doen dat dus binnen de NOVI, de Nationale Omgevingsvisie. Daar heb je, ja, daar spelen natuurlijk zowel de klimaatadaptatie als de energietransitie. De woonopgave, duurzame economische groei. En hervorming van het landelijk gebied of toekomstbestendig landelijk gebied. Dat zijn de grote opgaves waarin we werken. Nou, binnen die opgaves, daar hebben we, ik zal even het volgende plaatje, heeft u wat moeite om te laden, zie ik. Daar zijn we nu mee bezig en daar hebben we een aantal praktijkvoorbeelden uitgevoerd. En een van die praktijkvoorbeelden was op de Noordzee, dat ging over het Noordzeeakkoord. En daar zal Rosalie u meer over vertellen. Dus hier wil ik mijn presentatie bij laten. Ik sluit hem ook. En ja, het woord aan jou, Rosalie. Ja, dankjewel, Martin. Ik zet even mijn presentatie voor. Ik hoop dat hij nu te zien is. Ja. 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 Ik ben net zoals Martin Peersman, ben ik werkzaam bij het programma BRO. Ik werk bij de actielijn Gebruik en Baten. En bij deze actielijn voeren wij allerlei activiteiten uit die het gebruik van de gegevens uit de BRO stimuleren. Dat doen wij zoveel mogelijk aan de hand van ja, echte praktijkvoorbeelden, omdat dat juist heel goed laat zien hoe je die data uit de ondergrond kunt toepassen. En een van die twee voorbeelden wil ik vanmiddag even voor u toelichten. Even kijken. Ja, dit kaartje liet Martin net ook al zien. Wat wij vooral geprobeerd hebben bij die praktijkvoorbeelden is om ja, die koppeling te zoeken met die maatschappelijke thema's. Dus de NOVI-thema's, maar ook de rest, de woondeals, de regionale gebiedsontwikkeling. U ziet op de site ruim 20, 25 van die praktijkvoorbeelden. En we hebben echt ernaar gestreefd om een zo groot mogelijk spreiding over alle onderwerpen, maar ook over het hele land te bewerkstelligen. Waar we het vanmiddag de twee praktijkvoorbeelden die ik ga toelichten, die gaan spelen zich allebei af op de Noordzee. Hebben allebei te maken met de energietransitie, maar dan wel met twee verschillende aspecten. Maar de grote gemene deler bij deze twee praktijkvoorbeelden, maar eigenlijk bij alle praktijkvoorbeelden van de BRO, is ja, dat wij zien
en velen met ons, dat het steeds drukker wordt op land. Er is steeds minder ruimte om dingen te ontwikkelen. En dat is al lastig voor te stellen als je dus een project gaat ontwikkelen. En dan is het zeker lastig om je te verbeelden wat er dan gebeurt in de ondergrond. Want die drukte op de bovengrond, die heeft ook zijn weerslag op de drukte in de ondergrond. En we zien ook dat die energietransitie ook ruimte vraagt in de ondergrond. Dus ja, wat deze twee praktijkvoorbeelden ook aangeven, dat de oplossing voor die maatschappelijke opgaven ook vaak voor een deel in de ondergrond liggen. En in dit geval in de ondergrond van de Noordzee. Even voor een plaatje tussendoor. Hè. Nederland is niet zo'n groot land. Maar wij hebben een heel stuk Nederland waar men zich niet zo van bewust is. Nederland op zee is 2 keer zo groot als Nederland op land. Dus daar ligt ook een enorm potentieel om daar bijvoorbeeld oplossingen te zoeken voor de energietransitie. Nou, het praktijkvoorbeeld waar ik zelf aan heb meegewerkt, dat wil ik als eerste toelichten. En dat gaat over ruimtegebruik op de Noordzee. En ja, zoals gezegd, de ruimte wordt steeds schaarser. We zien dat ook op de Noordzee dat er steeds meer gebruiksfuncties bijkomen. En de vraag is van ja, hoe maak je dat goed inzichtelijk? Waar liggen de knelpunten, waar liggen de kansen en hoe kun je dat ook verbeelden, zodat een breder publiek ook begrijpt waarom je bepaalde keuzes maakt. Dus de vraag was, hoe kan ondergrondinformatie en 3D-visualisatie optimale beleidskeuzes ondersteunen? Bij dit praktijkvoorbeeld hebben we samengewerkt met een aantal partijen. En eigenlijk net als bij alle andere praktijkvoorbeelden doen we dat vanuit de driehoek. Overheid, wetenschap en bedrijfsleven. Het is een mooie mix om zo zo'n casus aan te vliegen. Ja, het is druk op de Noordzee. Ik heb hier een filmpje, dat komt uit de storymap van ruimtegebruik Noordzee. We hebben nu ervoor gekozen om filmpjes te laten zien en niet met de viewer of in de viewer te gaan. Maar als je zelf een kijkje gaat nemen, dan kun je dus in de viewer kijken. En dan kun je met je pijltjes manoeuvreren en kun je gewoon rondkijken in de ondergrond. Nou, het is dus druk op de Noordzee. Je ziet hier de kust voor IJmuiden. Je ziet hier de beschermde gebieden, het verkeersscheidingsstelsel, zandwinningsgebieden. De blauwe vlekken, daar worden de windmolenparken gerealiseerd. Op de gele, dat zijn de toekomstige. Dan zie je allerlei kabels en leidingen. En dan denk ik al van jeetje, wat is het hier druk. Maar er speelt zich natuurlijk nog veel meer af. Je ziet dat er wrakken liggen waar je rekening mee moet houden. Er zijn ankergebieden. En die gebieden zijn door de COVID ook steeds groter geworden. Steeds meer behoefte aan ankergebieden voor de kust. Bij IJmuiden is er een ondergronds munitiedepot. En dan heb je daar natuurlijk ook nog de flora en de fauna, dus de vissen en de schelpenbanken. Allemaal zaken waar je mee rekening mee moet houden als je hier dus een project wilt uitvoeren. Nou, we zijn in gesprek gegaan met Zee en Delta en die hebben daar 2 opgaves voor de kust van IJmuiden. Aan de ene kant wordt daar een windmolenpark aangelegd om meer duurzame energie op te wekken. En die energie die daar wordt opgewekt, die moet ook via kabels naar de kust getransporteerd worden. En bij die kabels moet er een strook vrijgehouden worden van 500 meter, waar er geen activiteiten plaats mogen vinden. Nou, Zee en Delta had een viertal tracés voor ogen. En ja, waar zij speciaal op gingen letten van, was van ja, kunnen we als we die kabeltracés daar leggen, kunnen we dan ook nog zand winnen voor de kust. Want dat is ook een belangrijke opgave. En hier heb je dus dan te maken met de bodemopgave, want daar is ontzettend veel zand voor nodig de komende jaren. Tot en met 2027 hebben we totaal zo'n 320 miljoen kuub zand nodig. En die hebben we niet alleen nodig voor de bodemopgave, maar ook voor de aanleg van wegen. En bijvoorbeeld ook om de kustlijn te versterken. En wat daarbij ook nog speelt, is dat niet elk type zand geschikt is voor woningbouw. En daarnaast zit daar ook nog een financieel plaatje aan, want hoe verder je van de kust zand wint, hoe duurder dat ook is.
Dus je begrijpt hieruit dat daar wel een bepaalde spanning op zit. Van ja, waar leg je die kabel neer? En hoe doorsnijden die kabels dan dat zandwindmeergebied? Nou, we hebben dus met C en Delta hebben een aantal datasets bij elkaar eigenlijk gestapeld. En zo een beeld gemaakt van waarbij je dus een goed zicht hebt op de boven- en de ondergrond. Het filmpje ga ik nu instarten. Je ziet hier de kust van IJmuiden met de 4 kabeltracés. Blauwe is overigens het tracé waarvoor gekozen is. We duiken nu onder de zeespiegel en kijken nu naar boven. En we zien dan daar de bodem, 50 meter dik. En daar kun je in die viewer kun je daar doorheen slicen. Nou, uiteraard zie je hier heel veel zand, dat gele. Maar hoe lichter het geel, hoe fijner het zand is. En daarnaast zie je ook veen, dat zijn de bruine vlekken. En je ziet ook klei, dat is groen. En af en toe zie je ook iets blauws tevoorschijn komen. En dat zijn schelpen. Dus op deze manier kun je goed zien dat de samenstelling van de ondergrond echt heel wisselend is in dit stuk van 100 bij 100 meter. Vervolgens kun je in de viewer kun je een draai maken. En daarbij kijken we nu naar de kust van IJmuiden. En dan kunnen we ook slicen. En hier kun je ook heel goed zien dat je verschillende typen ondergrond tegenkomt. Dus die kleuren, dat zijn allemaal verschillende soorten ondergrond. En dat is wel belangrijk om te weten. Want als je kabels aan gaat leggen, dan moet je weten wat de situatie is in de ondergrond. Want die kabels die liggen niet zomaar los op de zeebodem. Die moeten verankerd worden. En dan is het wel belangrijk om te weten of daar dan zand ligt of veen. Het volgende filmpje wat ik wil laten zien, dat laat zien hoe de kabels in de ondergrond liggen. Dus we gaan weer naar de viewer. Je ziet hier de kust voor IJmuiden met de windmolenparken. Je ziet hier het zandwindgebied. We vliegen nu naar beneden. En daar zien we de tracés weer van de kabels. En nu duiken we weer onder de zeespiegel. En dan zie je weer de ondergrond. Dan slicen we hem weer. En hier zie je de kabel liggen. Een van de tracés. Een van de voorgenomen tracés. En als je dan zo gaat slicen, kun je zien wat de situatie is in de ondergrond. Vervolgens kun je vanuit de viewer kan je weer naar boven toe vliegen. En vervolgens zie je de windmolenparken die daar geprojecteerd zijn. Nou, dit project is afgerond en kunt u ook vinden op de site van de basisregistratie ondergrond. Uiteraard hebben wij ook met de directie Zee en Delta van Rijkswaterstaat hebben wij geëvalueerd van... Want dit was de eerste keer dat de ondergrond van de Noordzee in 3D gevisualiseerd is. We hebben uiteraard gevraagd van wat vinden jullie daarvan? Wat is de toegevoegde waarde van deze manier van naar de ondergrond kijken? Nou, zij gaven dus aan dat het belangrijk is om een integraal beeld te hebben van de boven- en de ondergrond. En dat het zeker bij de Noordzee, het is al lastig om je voor te stellen wat er in de ondergrond zit, maar... En dat dat zeker is, lastig is om een voorstelling te maken van de ondergrond, van de zeebodem. Het helpt hun erbij om te kijken van ja, waar liggen de knelpunten, waar liggen de kansen voor de zandwinning, hoe druk is het in de ondergrond. Verder vonden ze zo'n story map, zo'n beeldverhaal waarbij je aan de ene kant een geschreven tekst ziet staan en daarnaast die viewers, die beelden die de tekst ondersteunen. Dat vonden ze een hele toegankelijke manier om met name... De groepen, de belangengroepen waar zij mee te maken hebben, die wat minder kennis hebben van de ondergrond, om aan hun het verhaal te vertellen. Dus vooral in hun contact met burgers, maar ook met bestuurders, helpt zo'n viewer enorm. Nou, tot zover dit praktijkvoorbeeld. Dan wil ik nu verder gaan met het tweede praktijkvoorbeeld. Dat is bijna klaar. Dat wordt aan het eind van deze maand wordt dat gepubliceerd. Ook dit praktijkvoorbeeld gaat in op de energietransitie. Maar dan gaat het over een ander aspect. Het gaat over het hergebruik van bestaande gas- en olieinfrastructuur.
Bij het overstappen naar duurzame energiebronnen, om zo de klimaatverandering tegen te gaan, wordt vaak gedacht aan geothermie en aan bodemenergiesystemen. Ja, hierbij speelt de Noordzee een cruciale rol. Denk daarbij aan de grootschalige opslag van waterstof en van CO2. Er ligt op de Noordzee een omvangrijke olie- en gasinfrastructuur. Die ligt daar al. We weten ook allemaal dat we in de toekomst van het gas afgaan. Dus de vraag was ook, van wat doe je dan met die platforms, met die leidingen? Hoe kun je die aanwenden om bijvoorbeeld daar die grootschalige opslag van waterstof en CO2 te realiseren? Dus wat gebeurt er als je niet ontmantelt, waar ook forse kosten aan verbonden zijn, maar het geheel hergebruikt? Nou, ook hier hebben wij samengewerkt met verschillende partijen uit het bedrijfsleven, wetenschap en ook vanuit de overheid. Hierin hebben we samengewerkt om dit praktijkvoorbeeld voor elkaar te krijgen. Dus dit was een aanleiding, die ontmanteling, hè, van de vraag van wat zou je anders kunnen doen dan ontmantelen van die bestaande gas- en olieinfrastructuur. Maar een andere aanleiding voor dit praktijkvoorbeeld was dat er volgend jaar nieuwe registratieobjecten aan de BRO worden toegevoegd. Het gaat hierbij dan om de mijnbouwregistratieobjecten. Dus vanaf dan kun je dus in de BRO vinden wat waar ligt. Voordat ik het filmpje laat zien van dit praktijkvoorbeeld, wil ik even toelichten over welke twee platforms het gaat. Het eerste platform, dat is Poseidon. Als ik nu naar rechts kijk, zie ik het liggen in de Noordzee, zo'n 13 kilometer vanaf de kust, Poseidon. Hier wordt door middel van overtollige energie, wordt er met zeewater waterstof geproduceerd en opgeslagen. En het andere voorbeeld in dit praktijkvoorbeeld is Portos. Dat is een platform dat ongeveer 20 kilometer vanuit de kust ligt voor Rotterdam. En daarbij wordt de CO2 die vanuit de industrie in Rotterdam wordt verzameld, die gaat dan via leidingen naar de haven van Rotterdam. En die wordt dan via een leiding vervoerd naar dit platform en daar opgeslagen. In dit filmpje kun je dus zien, het startbeeld is, je ziet hier alle olie- en gasvelden van Nederland. Dus je ziet dat er heel veel op land liggen, maar ook heel veel op zee. Als ik het filmpje start, dan zoomen we in op Den Haag. Je ziet hier een digital twin van de gemeente Den Haag. Die gele gebouw, het middelste gebouw, is het ministerie van BZK, waar het programma BRO zit. En dan kijken wij over de stad, achter de duinen en in de Noordzee, zie je daar het platform liggen. Daar zoomen we nu op in. En dan vliegen we met de viewer, zie je de leidingen, dan vliegen we naar beneden, naar het veld. En als je dan in 3D gaat kijken, dan zie je de samenstelling van de ondergrond. En als je verder inzoomt, dan is het, ja, je krijgt dan een soort van röntgenfoto van de ondergrond. Je ziet de leidingen liggen. Dus je weet precies hoe de situatie daar is. Dan vliegen we verder over zee richting Rotterdam. En daar zoomen we nu op in. Daar zie je dat Portos tracé. Dat gaat van het platform via de gele leiding naar de haven van Rotterdam. En hier zie je hoe de virtuele wereld, de reële wereld, tegenkomt. Op dit punt in Rotterdam komen die leidingen samen en gaat de CO2 in de leiding richting Portos toe. Deze twee praktijkvoorbeelden, of deze twee voorbeelden, zitten in dat praktijkvoorbeeld ontmanteling bestaande gas- en olieinfrastructuur. Ik wil jullie vooral uitnodigen om zelf een kijkje te gaan nemen. Martin liet net al de site zien, www.basisregistratieondergrond.nl. Kijk onder het tapje praktijk en daar zie je alle praktijkvoorbeelden staan.
Kijk gerust rond en laat je vooral ook inspireren. En tenslotte wil ik ook een onderliggende pagina op dezelfde plek te vinden. En dat is de pagina Bro voor Bro. Daar verzamelen wij allerlei voorbeelden uit de praktijk. Want de praktijkvoorbeelden waar ik het net over had, die zijn geïnitieerd door het programma Bro. Maar deze voorbeelden zijn uit de praktijk en aangeleverd. En nou, zo zie je bijvoorbeeld een praktijk, een voorbeeld van de gemeente Groningen, die hun stad volledig digitaal weergegeven heeft. En binnenkort zullen we daar vast ook wel wat publiceren over de Zalmhaventoren. Daar is Martin bij betrokken. Dat is de grootste woontoren van Nederland, die in Rotterdam wordt gerealiseerd. En dan zie je heel goed dat er boven de grond heel veel gebeurt, maar eigenlijk in de ondergrond nog veel meer. Dus mocht je zelf ook zo'n voorbeeld hebben en dat willen delen, dan kun je contact opnemen met de service desk van de Bro en zo je voorbeeld aanleveren. En dan kunnen wij het publiceren. Dit was de laatste dia van mijn presentatie. Ja, dankjewel Rosalie, dankjewel Martin. Boeiende twee presentaties volgens mij. Even een klein tussenstapje. Er zijn ook wat nieuwe mensen bijgekomen in het afgelopen half uur. Dus die wil ik even attent maken op het feit dat vragen gesteld kunnen worden in de chat. Die werkt, dat hebben we net al geprobeerd. Dus doe dat vooral. Die zijn er nog niet in het afgelopen 25 minuten voorbijgekomen. Dus dan doe ik het gewoon zelf. En dat geeft anderen misschien de tijd om het ook nog even te doen. Ik zat me, het zijn prachtige platen, hè, en films en concepten die voorbij komen. Nou, concepten, het is gewoon realiteit volgens mij. Maar ik ben wel erg geïnteresseerd in de gebruiker. De uiteindelijke gebruiker. Hebben jullie daar ook wel respons van? Hè? Zowel van, laten we maar zeggen, de technische gebruiker als van de bestuurder. Dat ze die bureau ook intensief aan het gebruiken zijn. Ga jij de vraag beantwoorden, Martin, of zal ik hem... Nou, je mag het ook doen, hoor. Ja, uiteraard hebben wij contact met de gebruiker. Wat we zien is dat in de eerste jaren van de bureau natuurlijk heel erg de focus heeft gelegen op het aanleveren. En nu zie je dat ook wat meer verschuiven naar het gebruik, hè, want hoe meer data er in de bro zit, hoe waardevoller die wordt om te gebruiken. Het gebruik is erg verschillend. Hè? Dat ligt ook aan de... Ja, je ziet bijvoorbeeld bij grote organisaties, bij gemeentes, hè, die hebben vaak veel expertise in huis. Die gebruiken de bro vaak zelf. Maar bij kleinere gemeentes bijvoorbeeld, huren ze vaak de expertise in van bureaus die hun daarmee verder op weg kunnen helpen. Maar we zien het gebruik wel toenemen. Maar ja, het is, dat hebben wij altijd gezegd. Hoe meer er in de bro zit, dus hoe meer er aangeleverd wordt, hoe waardevoller die wordt. Waardevoller het is. Hè? Ja. Nee, natuurlijk. En ik denk dat je zelf ook heel terecht die koppeling maakt. Of in ieder geval de tweeslag maakt. En er zijn er wel meer. Namelijk van die technische gebruiker. Maar ook de bestuurder. Hè? En de beslisser die heel goed met dit soort... plaatjes en de burger niet te vergeten, hè, die heel goed met dit soort overzichten en films, et cetera, een ondersteuning van het besluit kan zien en herkennen. Ja, en er zitten natuurlijk ook modellen in de bro, en dat is altijd, ja, vooral voor deze groepen mensen die je net noemt, als je echt een quick view wil hebben, dan zijn die modellen erg geschikt om even te kijken wat de situatie is op een bepaalde locatie. Ja. Wil je echter bijvoorbeeld zo'n zalmtoren gaan realiseren, heb je natuurlijk meer data en meer onderzoek nodig. Zeker. Maar om ook een antwoord te geven over jouw vraag over het gebruik. Hè. Wat we zien, kijk, de ondergrond staat wel op de agenda. Ook bij Politiek Den Haag. Hè. Dus je ziet nu echt wel de aandacht voor de ondergrond. En de aandacht voor integrale ruimtelijke ordening. Dat je de grote opgaves niet meer kan oplossen zonder dat je de ondergrond daarin meeneemt. En dat werkt door in alle projecten. En als je nu kijkt, we hebben 30 van die praktijkvoorbeelden, maar er zijn 10 projecten in de City Deals. Als ik kijk wat er nu allemaal al loopt in de energietransitie, in de Ressen en in de regionale gebiedsontwikkeling. En dan zie je dat iedereen is bezig met die ondergrond. Met name voor
De bodemsaneringslocaties, maar het gaat natuurlijk ook over hoe compenseren we onze CO2 footprint en onze stikstofvoetprint. Kunnen we in andere gebieden bossen aanplanten of niet? Hoe gaan we om met de klimaatadaptatiestrategie? Dus we hebben ook handreiking van kas. Hoe kun je slimme maatregelen nemen om je klimaatadaptatiestrategie te ontwikkelen? Daar gebruiken ze de bodemkaart heel veel voor trouwens, de geotop. Je ziet andere aspecten rond geothermie en bodemenergie. De strategische drinkwaterreserves vraagstuk, waarin we zien dat de WKO's toch ook een bedreiging vormen voor, ondanks ook nog een brief in de Kamer gestuurd, voor de drinkwatervoorziening. De breedte van het gebruik van... Wat we merken is dat het echt heel breed is over heel veel domeinen. Dus je kunt er niet zomaar... Dat is natuurlijk wel het bijzondere van deze basisregistratie. We meten dat ook trouwens. We zien aan de afname van de boom, jullie een beeld te geven in PDOK. Dat is gemiddeld van Wageningen 80.000 hits of zo, gebruik afnemers van een bodemkaart. Dat is nu ver over de 2,2 miljoen. En als je kijkt naar de sonderingen en boringen, dat zijn allemaal hockeysticks, vergelijkbaar met de klimaatverandering. Aan het volume wat er nu allemaal afgenomen wordt. Ja, er komt één vraag binnen die ik met heel veel dank ontvang. Laten we daar even mee beginnen. Die ik dan ook graag doorspeel. Fred Neef die zegt, de ervaringen die zijn breed. Maar wat is de rol van het programmabureau hier nu nog? Nou, nog zegt hij niet, maar in. En of jullie dat kunnen toelichten. Ja, het programma heeft een begin en een eind. Dus het programma gaat van eerst implementeren en zorgen dat die landelijke voorzieningen en de hele ketenvoorzieningen zijn aansluiten. We moesten 600 partijen aansluiten. Er zijn meer dan 600 bestuursorganen in Nederland. En dat alle bestuursorganen geleverd hebben. Nou, die fase zijn we nu wel voorbij. En nu is een basisregistratie wel een werkwoord, want iedereen levert misschien één keer een sondering aan. Maar dat betekent niet dat je daarna niet nog een keer al je sondering moet aanleveren. Dus dat blijft ook wel monitoren. Ja. En dat doen we via de NCA, via andere systematiek. Daar gaan we ook op handhaven. We zijn overgegaan nu naar gebruik en we jagen dat gebruik aan. En wat we ook doen is een stukje kennisontwikkeling en netwerkontwikkeling. Dat als het programma zometeen in 2022 afgelopen is, dat natuurlijk er ook nog een netwerk staat van publiek-privaat, van kennisdragers. Ik heb het al eens over het OMT van de ondergrond, zeg maar, dat er een expertisecentrum is vanuit bedrijfsleven, overheid en wetenschap, die alle kennis rond de ondergrond kunnen beantwoorden en daar ook de bestuurders mee kunnen ondersteunen. En dat is wat wij realiseren en daarom hebben we ook het kennisprogramma. En dat zal de erfenis zijn van dit programma. Een werkende basisregistratie plus een kennisportaal. En binnen COD is er nog een heleboel kennis. En een heleboel dingen die zijn aangezwengeld in gang gezet. Ja. En daarna is het aan jullie om het te gaan gebruiken. Dat is natuurlijk wel... Natuurlijk, ja. Oké, dank jullie wel. Ik wou graag naar Arthur over. Arthur, jij gaat het hebben over de implementatie en over vooral het slim organiseren daarvan. Aan jou de vloer. Ja, Henk, dankjewel. Ik kan mooi aansluiten op Martin en Rosalie, wat die daar nu net allemaal over gezegd hebben. Als adviesbureau Sweco ondersteunen wij gemeenten bij de implementatie, met name gemeenten, zeg ik meteen even bij de implementatie van de basisregistratie in hun organisatie. En als je dan ziet dat wij alleen al tientallen gemeenten daarbij assisteren, ervan uitgaande dat onze conculega's dat ook doen, en dat er ook een hoop gemeenten zijn die het zelf doen, waarbij ik ook nog een keer zie dat de omgevingsdiensten een stimulerende rol spelen, dan denk ik inderdaad dat het hard gaat op dit moment. Wat ik wil laten zien is, even kijken of dit lukt, want daar hebben we al, nou jongens, kom op. Ja, nee, nog niet. Oh, dan krijg je dit weer. Kan iemand van de andere sprekers dit recht zetten, want dit effect ken ik, maar ik weet niet hoe ik het moet verhelpen.
Even kijken. Je moet hem in ieder geval even weghalen, deze. Ja? Lukt je dat? Ja, dat kan wel. Heb je het met de drie puntjes gedaan, Arthur, en dan je content geüpload? Nee, ik heb gewoon mijn presentatie opengezet en een screenshare gedaan. Want in de oefensessie werkte dat ook prima. Dus even kijken hoor. Dat is wel jammer dat dit nou gebeurt. Nou, je kunt hem even aan mij mailen. Dan kan ik even kijken of ik hem door kan zetten. Ik kan hier voor jou niet, ja, even niks betekenen. Martin, jij had de vorige keer een ingreep. Nee, volgens mij moet je inderdaad als je screenshare, maar dan moet je het juiste scherm kiezen. Dus je moet even kijken welk scherm je dan kiest. En je PowerPoint, waar staat je PowerPoint nu? Moet je niet het wisselen van scherm. In PowerPoint kun je dat ook doen. Dan. Ja, dat is wel iets. Ondertussen mail ik hem ook even, Henk. Even voordat het geval dat het... En dan fullscreen doen. Hè? Zie ik iemand uit het publiek die zegt dat... Fullscreen heb ik al, dus dat... Ja, nou, hij is in ieder geval naar jou onderweg, Henk. Dus als we nog lang bezig zijn, dan... dan kies ik... Nee. Mijn scherm, ja. Je hebt hem nog niet. Nee. Nu wel. Nu zou het dan moeten lukken. Ja. Hij staat er al. Ja? Gaat het zo goed of is het... Zo gaat hij goed. Ja, oké. Okay, ja, goed zo. Ja, okay. Nou, zoals gezegd, als adviesbureau ondersteunen we gemeenten die dat willen bij de implementatie van de basisregistratie ondergrond. En dan moet ik natuurlijk ook wel vooruit kunnen... Oh, god. Ja. Dat weer. Nou, dat gaat wel goed. Waar we mee beginnen is dat we duidelijk maken dat er sprake is van verschillende verantwoordelijkheden in relatie tot de basisregistratie ondergrond. Je kan gegevensleverancier zijn. Dat kan een boorbedrijf, is dat met name nogal vaak. Je kan ook gebruiker zijn van de gegevens, de afnemer die hier onderaan staat. En de gemeente, waar ik deze presentatie dus op focus, die is... die heeft vooral ook een rol als bronhouder. Ze zijn ook gebruiker en ze kunnen in theorie ook gegevens leveren. Maar ze zijn in eerste plaats bronhouder. Dat is hun wettelijke taak. Dus daar gaan wij met hun mee aan de slag. De vraag die wij krijgen is meestal ook van... willen jullie er even op zijn minst voor zorgen dat wij voldoen aan onze wettelijke verplichting als bronhouder? De gemeente als bronhouder heeft vier plichten op hoofdlijnen. Dat is de leverplicht, de onderzoeksplicht, de kwaliteitscontrole en de gebruiksplicht. We helpen ze dus bij het voldoen aan elk van deze vier plichten. De leverplicht betekent niet dat ze zelf die gegevens moeten leveren. Dat zal bij velen van jullie al bekend zijn. Maar ze zijn er wel verantwoordelijk voor dat de gegevens van werk dat in opdracht van hun wordt uitgevoerd, dat geleverd wordt aan de landelijke voorziening. Hè? Dat is die eerste streepje, alle data uit de opdracht van gemeente in de LV. Dat zijn ze in principe verplicht vanaf de ingangsdatum van het gegevensobject. Hè? Dus die tranches 1, 2, 3 en 4, met daarbinnen soms ook nog verschillende data. Dus in de loop van de afgelopen jaren opleveren steeds meer gegevens feitelijk verplicht geworden. En zoals daar bij het derde streepje staat, het inladen, het leveren en ook de kwaliteitscontrole mogen ze uitbesteden aan door hen gemandateerde organisaties daarvoor. Verder staan ze ook voor de onderzoeksplicht. Hè? Dus als er een probleem is met een gegeven dat in de landelijke voorziening zit en dat krijgen ze te horen, dan moeten ze dat in principe binnen 14 weken oplossen of laten oplossen. Ondertussen moeten ze er ook voor zorgen dat ze jaar op jaar het allemaal goed bijhouden. Dus dat is die kwaliteitscontrole.
Dat moeten ze ook jaarlijks verantwoorden aan het ministerie van BZK via die NCA-verantwoording. Nou, de gebruiksplicht lijkt me duidelijk. Ik denk dat het, als je ziet alle inspanningen die we ons als Nederland getroosten om die gegevens erin te krijgen. Wat Martin en Rosalie daarnet zeiden, is natuurlijk hartstikke waar. Hoe meer erin zit, hoe meer je eraan hebt. Maar dan moet je de gegevens natuurlijk ook wel gebruiken. Dus dat is dan de vierde verplichting. Dan maken we vervolgens duidelijk over welke gegevens we het hebben. Want daar zijn vaak ook nog best wel vragen over. In de presentatie van Rosalie, in een van die laatste sheets daarnet, zat een mooie afbeelding van een soort Catan speelbord met allemaal zeshoekige symbolen. Elk symbool staat voor een gegevensobject. En daarvan zijn er dus ver in de 20, 6, 7, 28, afhankelijk van het moment dat je kiest. We maken dus duidelijk dat de meeste gemeenten, we ondersteunen meestal ook wat kleinere gemeenten, dat die meestal een heel eind komen als ze ervoor zorgen dat ze 10 van die registratieobjecten op orde hebben. We laten dan heel duidelijk zien, van nou, sinds 1 januari 2018 zijn die twee rood omcirkelde gegevensobjecten in dat bovenste balkje, die zijn in principe verplicht. Bijvoorbeeld het geotechnisch sonderonderzoek. En 2 jaar later heb je de verplichting gekregen om ook geotechnische boormonsterbeschrijvingen en geotechnische boormonsteranalyses op te leveren, de data daarover. En die andere 8 objecten in die tweede tranche en die andere 2 in de eerste tranche, daar heb je als gemeente in principe niets of heel weinig mee te maken. Meestal niets trouwens. Die moet je ook realiseren. De meeste kleine tot middelgrote gemeenten hebben in pure aantallen niet heel veel gegevens op te leveren elk jaar. Tenminste, in de huidige stand van zaken. En dat heeft er ook mee te maken dat ze krijgen geen gegevens over alle registratieobjecten. Maar van die eerste 2 tranches bijvoorbeeld vooral van deze 4. En dat is ook logisch, want bijvoorbeeld die oranje gekleurde 5 vakjes in de tweede balk, dat zijn modellen. En dat is vooral iets waar vooral TNO mee werkt. Dat is niet voor de gemeente zelf. En dat maken we dus duidelijk. Nou, sinds begin dit jaar zijn er dus weer 7 gegevensobjecten in werking getreden. Waarvan 3 gegevens bevatten waar ze bij de gemeente ook wat mee moeten. Er is een overgangsperiode, dat is standaard, dus vanaf 1 juli aanstaande, dat is nu wel minder dan een maand weg natuurlijk, dan moeten ze hier toch echt mee gaan beginnen. Vanuit de pro-organisatie, vanuit de organisatie waar Martin en Rosalie veel werk voor verzetten, wordt gezegd van zorg ervoor dat je de in de bureau ingevoerde grondwatermonitoringputten goed geïnventariseerd hebt. En zorg ervoor dat je de contracten die je hebt met je gegevensleveranciers, met de boorbedrijven met name, dat die erin voorzien dat zij die data vanaf 1 juli aanstaande ook echt allemaal aanleveren. Of al eerder, als het over die eerdere tranches gaat. Daar zit het hem vaak in. Wij geven die tips natuurlijk graag door als we met zo'n gemeente bezig zijn. Dan hebben we nog een laatste deel van tranche 3, wat later dit jaar dan op 1 juli aanstaande in werking gaat en vanaf eind van het jaar verplicht is. Nou, weer 7 gegevensobjecten en daarvan is het er dan 1. Dus alles bij elkaar kunnen ze zich focussen op ongeveer 10 gegevensobjecten op dit moment. Dan hebben we nog tranche 4, dat komt er natuurlijk ook nog aan in de naaste toekomst. Dan komen er weer 2 bij. En in de verdere toekomst hebben we dan ook nog de milieuhygiënische gegevens, waar Roeland straks het nodige over gaat vertellen. Mijn persoonlijke verwachting is dat ze vanaf dat moment wel met het aanleveren van aanzienlijk meer gegevens te maken krijgen. Dus het helpt ze altijd als ze ervoor zorgen dat ze deze periode gebruiken om hun organisatie wat dat betreft op orde te krijgen. Dan is er ook nog wat over aansprakelijkheid. Ik zou niet adviseren om deze sheet helemaal te gaan lezen. Waar het op neerkomt is dat je zou kunnen denken dat de gemeente niet zonder meer aansprakelijk gesteld kan worden voor iets wat er fout gaat met die gegevens. Maar juristen die zijn daar nog niet helemaal uit. Daar kan wel degelijk een risico in zitten.
Ik wil er verder nu niet bij stilstaan, maar afgezien van het feit dat het natuurlijk gewoon sprake is van een wettelijke verplichting, waar je als gemeente natuurlijk gewoon aan moet voldoen, is het ook wel handig om je aansprakelijkheid in te dekken. Nou, zoals de presentaties van Martin en Rosalie al duidelijk maakten, levert de BRO ook heel veel op. Hè? Dus veel kansen. De efficiëntie, hè, de gegevens die kun je zo bij. Het is allemaal gestandardiseerd ingevoerd. Als je daar eenmaal wat ervaring mee hebt, dan kan je er zo bij. En vooral, het zal minder vaak voorkomen dat gegevens meerdere keren moeten worden opgehaald door veldwerk. Dat is met name een grote kostenbesparing natuurlijk voor de verdere toekomst. Nou, daarnet hebben jullie ook al fantastische 2D en vooral ook 3D-modellen gezien. Je kan het heel mooi visualiseren en dat werkt altijd prima als je communicatie wil hebben met bijvoorbeeld je inwoners. Je kan vergunningsaanvragen efficiënter toetsen. En ja, je kunt dit eigenlijk ook nog gebruiken zelfs om de werkprocessen binnen je organisatie te stroomlijnen. En daar ga ik het zo ook nog eventjes wat meer over hebben, want dat is wat wij feitelijk dan ook voor ze doen of waar we ze bij helpen. Nou, dit hoef ik eigenlijk nu niet meer te laten zien. Jullie hebben de mooie voorbeelden daarnet al gezien. Hè? De voorbeelden van wat je er allemaal mee kan. Wat wij doen als we met de gemeente ondersteunen, meestal komt het erop neer dat we ze helpen bij de leveringscontracten, waar ik het net ook al eventjes over had, en bij de inrichting van de werkprocessen die gevolgd worden bij het aanbesteden van klussen en het binnenkrijgen van de gegevens daarvan. Even terug, dat zijn dus twee verschillende dingen. We beginnen vaak met een inventarisatie. Waar sta je als organisatie en wat moet je allemaal nog doen? Doe dan een kort onderzoekje met als resultaat iets als dit. Dit is wel een hele korte samenvatting hoor van zo'n rapport, maar we maken dus in één oogopslag duidelijk welke concrete stappen ze en ook over welke periode ze die dan het beste kunnen zetten. Dit is een concreet voorbeeld voor een echte gemeente. En nou, bijvoorbeeld zorg ervoor dat je een BRO-coördinator hebt aangewezen. Nou, dat hebben alle gemeenten, blijkt uit de gegevens die Martin daarover heeft. Maar goed, als dat een persoon is die ook echt actief is en hiermee aan het werk, dan en niet alleen in naam, zorg ervoor dat dat iemand is die daarvoor de mogelijkheid heeft en het werk kan coördineren en de boel in de gaten kan houden. Daar zijn dus vier dingen meestal waar het eigenlijk om draait en daar ga ik in de rest van mijn presentatie een paar dingen over zeggen. Dus dat is die BRO-coördinator, de werkprocessen, het verankeren van de BRO-voorwaarden en de kennisdeling. De werkprocessen, ja, het kan zijn wat je je erbij voorstelt. Dit is ook een concreet voorbeeld wat we voor een gemeente hebben gemaakt. Het kan gewoon echt een flowchart zijn zoals dit. Andere presentatievormen zijn ook denkbaar. Wat we feitelijk doen is, we ontwerpen werkprocessen voor ze. En als die er al zijn, wat natuurlijk ook heel vaak het geval is, dan bouwen we de stappen in die borgen dat een projectleider bijvoorbeeld niet vergeet om aan de aannemer te vragen van, hey, hoe zit het met de gegevens? Heb je die al aangeleverd? Nou, het is dus een combinatie vaak van een flowchart met een schriftelijke toelichting op wat daar dan in staat. En dat is voor de meeste klanten tot nu toe voldoende, of die kunnen daar goed mee uit de voeten. Nou, wat de contracten betreft, standaard leverancierscontracten zijn er vaak ook al. Ook daar, en dan komt het er dus op aan daar een juridisch sluitende passage in te bouwen, waardoor de opdracht aan de aannemer ook inhoudt dat ze de gegevens aanleveren. Dus als de standaardcontracten er nog niet zijn, dan krijg je het eerste bolletje. Dan maken we dat voor ze. Zijn ze er wel, dan vullen we ze aan, zodat het BRO-werk geborgd is. En verder is het belangrijk om binnen de organisatie, er is altijd vaak wel sprake van een kernteam rondom die BRO-coördinator die hiermee bezig is. Maar het gaat er natuurlijk om dat de projectleiders die echt bezig zijn met die opdrachten, dat die weten wat de bedoeling is. En nou ja, dan kunnen we allerlei communicatiemiddelen inzetten om ervoor te zorgen dat die mensen weten wat er moet gebeuren om het allemaal goed te laten verlopen. Nou, wat ik net al zei, uiteindelijk komt het neer op organisatie. Hè? En hier een variant op de bekende makelaarsspreuk.
En wat ik net al zei, dus zorg dat die bureaucoördinator op zijn plek zit en dat hij voldoende capaciteit heeft om dit werk goed te doen. De VNG heeft daar wel eens naar gekeken en die schat in dat het afhankelijk van de omvang van de gemeente en het aantal gegevens waar ze mee te maken krijgen, dat het ongeveer 0,1 tot 0,2 FTE moet zijn. Daaronder kan je niet garanderen dat het goed gaat. En zorg er dus voor dat, dat die ook ondersteund wordt door een goed kernteam. Nou, het mooiste is natuurlijk als je de bureaugegevens kan koppelen aan je eigen gemeentelijke GIS-viewer. Dan kun je dus echt plaatjes maken, zoals Rosalie net liet zien van bijvoorbeeld de gemeente Groningen. En als je dan ook nog kan zorgen dat je boven- en ondergrondse gegevens kan combineren, dan kun je in de planvorming echt heel veel hebben aan de bureau. En dat laatste met name is feitelijk een kleine handeling met een groot resultaat. En dan ben ik er, ja. Kom er ook op de vragen die ja. Ja, dat was hem. Oké, dank je Arthur. Goed dat je je microfoon aan het einde een beetje in de buurt hield, want het was inderdaad aan het begin wat zachtjes. Er is één vraag binnengekomen die heel inhoudelijk is, misschien ook wel relatie met de presentatie van Roeland heeft, maar juist omdat hij de enige is, denk ik dat we hem toch even moeten benoemen. Heel prima natuurlijk. Het gaat over het ownership, hè? Dat was ongeveer op het moment waarop jij ook iets over aansprakelijkheid en dergelijke zei. Misschien heb je daar antwoord op, hè, over het eigenaarschap van de geleverde data. Dat is vooral voor gemeenten, maar voor andere partijen ook, maar hier natuurlijk wel relevant. Ik zie Martin terug in de lucht komen. Ik heb het vermoeden dat hij hierop wil antwoorden. Klopt dat? Ik weet dat Martin daar iets over zegt. Ja. Vanuit BZK lijkt me een logisch. Ja, gehaakt Martin, ja hè? Kijk, eigenaarschap binnen de baasregistraties. Kijk, alles wat met publieke middelen is betaald, is publiek eigendom. Dat is eigenlijk van de Staten Nederlanden. Dus wij kennen dat niet binnen de overheid. We hebben een data gedreven werken, open data beleid. Dus data die is met belastingmiddelen zijn betaald, ook door als ze zijn ingewonnen de ingenieurs in opdracht van een gemeente, van een bestuursorgaan, een gemeente, provincie, waterschap. Die zijn dan eigendom van de Staten Nederlanden. Dus en die data die zetten we dan ook in de basisregistratie. En die zijn ook weer om niet publiek toegankelijk voor iedereen. Ja. Het is open databeleid. Ja. Dus wij kennen in die zin geen. De eigenaarschap is van de Nederlandse staat. Ja. En dat is het gevolg van. Als je dat in opdracht doet van de Nederlandse staat inwint. Dat staat dan ook in de contracten, als het goed is. En ja, rond die aansprakelijkheid wil ik nog wel een kleine opmerking maken. We hebben de aansprakelijkheidskwestie voor de grondweg- en waterbouwsector is uitgezocht door de landsadvocaat. En er is ook een dik rapport van kroonadvocaten. We hebben het recentelijk weer uitgezocht voor de waterwindbedrijven. Natuurlijk, er is een kleine kans op aansprakelijk, dat men aansprakelijk gesteld wordt. Maar de risico is kansmaal effect. Het effect is zeg maar dat de rechter of de rechtbank dit ook gegrond verklaart. Dan moet je wel van goede huizen komen. Dan moet je in feite is als een bronhouder zich niet aan de standaarden heeft gehouden die in de wet staan. Als de bronhouder de kwaliteitscontroleprocessen niet heeft gevolgd en uitgevoerd. Als de landelijke voorzieninghouder ergens een fout in is ontstaan, want daar zit een dubbele kwaliteitscontroleproces in. En dan zit er nog in de wet een terugmeldplicht, dat is een basisrechtskent ook terugmelden. Op het moment dat jij gereden twijfel hebt aan de kwaliteit van de data, moet je dat terugmelden. Dan moet een bronhouder, die krijgt dan die melding ook, en die moet dan dat onderzoeken binnen 20 dagen reageren. Dus ja, er zijn genoeg mogelijkheden, zeg maar, en er is ook geen jurisprudentie. Van ook de BAG of de andere basisinstanties, dat daar echt ook aansprakelijkheid als gevolg of uit een uitspraak, dat dat ook gegund is door de rechtbank. Dankjewel. Er kwam ook nog een vraag over de aansprakelijkheid in relatie tot dat eigenaarschap. Ik denk dat er bedoeld werd, neemt het Rijk dan ook de aansprakelijkheid over? Nou, dat zijn vragen die voor later zijn wat mij betreft.
Misschien hebben we daar in de discussie straks ook nog even tijd voor. Ik wilde nu gauw over naar Roeland, zijn presentatie gaat geven over de mogelijke opname van milieukwaliteitsgegevens, bodemkwaliteitsgegevens in de bro. Jij had zelf net wat hapering, beleefde ik, volgens mij, Roeland. Dus we gaan duimen dat het goed gaat. Aan de presentatie en aan jou zal het niet liggen, denk ik. Roeland. Roeland. Nee, Roeland, voorlopig nog even geen geluid, denk ik. Roeland. Misschien nog een keer uitloggen, Roeland. Dan heeft de groegemeente tijd om even een glaasje water te drinken. Ja. Dan gaan we het nog een keer proberen. Hoor je me nu? En in de tussentijd is, en hebben we... Hoor je me ook? Ja, we horen je, Roeland. We horen je. Ah, nou, heel goed. We zien je en je horen je en we zien je presentatie. Ja? Nou, heel fijn. Het systeem is niet helemaal feilloos wat dat betreft. Want ik verdween en weer terug en dat soort dingen. Maar goed, ik ben er nu. Allemaal ja. Heel goed. Jullie staan voor mij weer voor een deel stil, maar ik ga maar gewoon beginnen totdat ik hoor dat het niet meer goed gaat. Ik neem jullie even mee in het onderzoek wat wij afgelopen jaar hebben uitgevoerd. En wij zijn dan SIKB in samenwerking met VKA en Doorgrondadvies. Ik wil jullie meenemen in een paar dingetjes. Eventjes aanleiding achtergrond. Uit welke bouwstenen bestond ons onderzoek? Wie en wat hebben we voor ogen als we het hebben over de milieuregeringsbodemkwaliteitsgegevens en de belangrijkste conclusies uit het onderzoek even toelichten. Aanleiding voor het onderzoek was een motie alweer uit 2018, een motie in de Tweede Kamer van Rondes en Van Gerven. Die aan de minister hebben gevraagd, zou het niet zinvol zijn of nodig zijn om gegevens over de milieukwaliteit ook op te nemen in de basisregistratie ondergrond. Eigenlijk uit zorg dat bij het overgang naar de omgevingswet een hoop waardevolle relevante data uit de wet bodembescherming verloren zouden gaan. Nou, er is een... verkennend onderzoek uitgevoerd in 2019 en dat is vervolgens teruggekoppeld eind of begin 2020 aan de Tweede Kamer. En wat waren de belangrijkste conclusies daaruit? De belangrijkste conclusies uit dat onderzoek waren van het biedt perspectief om gegevens over milieukwaliteit op te nemen in de BRO. Maar er waren ook nogal wat vragen, met name over waar hebben we het dan precies over? Ook waar hebben we het over qua kosten in relatie tot de scope van de uitbreiding. Hoe moeten we omgaan met historische gegevens en ook hoe gaan we om met private gegevens. Dus de minister heeft toen gezegd, een groeimodel lijkt de beste aanpak. Kijken ook naar of we daar financiële ruimte voor kunnen vinden. Maar het past niet om het binnen het huidige BRO-programma uit te voeren. Dus het zal betekenen dat er een aanvulling moet worden op dat wat er nu gerealiseerd wordt en eind 21 wordt opgeleverd. Dus dat was ons startpunt.
We hebben gekeken naar scope en reikwijdte. We hebben gekeken naar een aantal openstaande vragen die er nog zaten uit het voorgaande onderzoek. We hebben ook met name gekeken van hoe moet je nou omgaan met bestaande portalen, CQ-systemen die er al zijn. Want er is natuurlijk heel veel informatie aanwezig al in allerlei systemen. Bodeminformatiesysteem bij overheden, maar ook systemen bij netwerkbedrijven, bij kabelaars, noem maar op. Bij veel partijen, versnipperd over veel systemen, zit veel informatie. Hoe moet je daarmee omgaan? En we hebben op basis daarvan een aantal groeiscenario's ontwikkeld. Om te kijken van wat kun je nou het beste als eerste aanpakken. Wie wil je erbij betrekken en wanneer. En uiteindelijk heeft dat ook tot een financiële paragraaf geleid. Waar Martin in zijn eerdere deel al wat over heeft verteld. Allereerst een stukje kadering hebben we gedaan. Van nou, waar kijken we nou wel naar en kijken we nou niet naar? Bodem is natuurlijk heel breed. En we hebben gezegd van nou, we hebben het over de droge bodem. Dus we hebben het over de landbodem en de droge waterbodem. En in dit onderzoek nemen we ook het grondwater daarmee mee. Een van de vragen was, kijk ook naar PFAS hierin. En we hebben gezegd, nou, je moet je eigenlijk niet tot PFAS beperken, maar je moet je richten op alle stoffen die er nu en in de toekomst eventueel aan de orde zijn. Dus vooral niet limiteren. En nog wel belangrijk, en dat was ook uit voorgaande onderzoek naar voren gekomen, richt je nou niet op, alleen op verontreinigde locaties, maar richt je ook op niet verontreinigde locaties. Gegevens daarover, want die zijn minstens zo relevant als je kijkt naar ook dat soort ontwikkelingen als er eerder werden geschetst. We hebben wel een stukje kadering gedaan met ook een aantal zaken die we niet hebben meegenomen. En dat gaat eigenlijk over vooral alles wat dynamisch is. Dus we hebben gezegd, partijkeuringen, daar waar die worden uitgevoerd om vervolgens te gaan verplaatsen. Überhaupt het hele registreren van grondverzet, dat nemen we niet mee in onze scope. Dat zijn dynamische gegevens die, ja, als je ze onderzocht hebt en vastgelegd, na een tijdje weer anders zullen zijn. Dus dat heeft weinig toegevoegde waarde. Zo ook natte waterbodem. Dat is ook een dynamisch fenomeen. Er wordt veel onderzoek gedaan natuurlijk naar waterbodem. Maar vervolgens wordt er gebaggerd en is het weer weg. En omdat de vraagstelling in PFAS wat breder was in het begin, hebben we ook aangegeven, nou, we beperken ons in ons onderzoek in ieder geval tot grond en grondwater. En niet breder in oppervlaktewater of andere mediums. Om het wat handen en voeten te geven, hebben we het eigenlijk onderverdeeld in een aantal gegevenssets, zoals we het genoemd hebben. Basisgegevens, zoals die eigenlijk direct uit het veld komen en uit de analyses. Dus gegevens over boringen, pijlbuizen, analyseresultaten. Eigenlijk refererend ook naar de datasets zoals die er voor de protocollen 2001-2002 zijn voor het veldwerk. Heel primaire gegevens hebben we als datagegevensset benoemd. Een tweede gegevensset die je nu wel vaak ziet ook in bodeminformatiesystemen. Dat zijn gegevens waar ook een stuk interpretatie bij komt. Dus daar wordt wat gezegd over verontreinigingsgraad, contouren. Eigenlijk een dataset voor onderzoeksgegevens die vaak van het adviesbureau naar de overheid gaat. Als tweede dataset. En als derde dataset, dat is het blokje 4, de blauwe blokjes en de datasets. Datasets die nu veel al ook in bodeminformatiesystemen en zitten en ook voor een deel op het bodemloket worden getoond. Daarnaast hebben we gekeken naar documenten, rapporten. Want wat je nog wel eens merkt is dat daar toch ook vaak vraag naar is, rapporten. En dan heb je het echt over de PDF-documenten. Maar ook documenten van beschikkingen en besluiten vanuit het bevoegd gezag. En tot slot hebben we gekeken naar een laag de bodemkwaliteitskaarten. Nou, wat kwam daar eigenlijk in hoofdlijnen uit? Dat we ons toch willen focussen nu in de fasering op met name de datasets. Dus dat zijn de blokjes 1, 2 en 4. En waarom? Omdat documenten ook elders worden beheerd en ontsloten. En je het beste dat bij de primaire bron kunt
bewaren en overheden in het kader van de omgevingswet ook drukdoende zijn om die gegevens beter te ontsluiten. En daar ligt de primaire verantwoordelijkheid. Dus om te voorkomen dat je op twee plekken dat soort data gaat beheren en de decentrale overheden ook aangeven, wij willen dat graag zelf doen en daarvoor een goede infrastructuur zorgen, hebben gezegd van nou laten we in de eerste fase, in de groeistappen, die set gegevens niet aan de bureau toevoegen, de documenten. En datzelfde geldt eigenlijk voor de bodemkwaliteitskaarten. Dat is ook iets wat straks onderdeel wordt van een omgevingsplan. Daar ligt primair bij de decentrale overheden de verantwoordelijkheid om dat goede manier te ontsluiten en toegankelijk te maken. Dus ook daarvan hebben we gezegd, laten we dat nou niet prioriteren voor het opnemen in de bureau. Verder hebben we gekeken naar over welke bronhouders je het natuurlijk hebt. We weten allemaal dat bodemonderzoeksgegevens maar voor een deel door de overheid zelf worden gegenereerd. Heel vaak zijn private partijen opdrachtgever voor het uitvoeren van onderzoek. En die worden al dan niet richting de overheid aangeleverd vanuit de overheid als bevoegd gezag om toestemming te krijgen voor bouwen, graven of wat dan ook. Maar er is maar een heel klein deel is de bronhouder, de overheid, de primaire bronhouder. Dus we hebben gekeken van ja, we moeten dat, wil je uiteindelijk een waardevolle registratie krijgen, moeten we dat breder insteken. Dat hebben we overigens niet alleen zelf gedaan, maar dit hebben we in nauw overleg met, nou ik denk wel een, wat Martin ook zei, een 60-tal stakeholders uit zowel overheid als privaat gezamenlijk uitgewerkt. En daar kwamen we eigenlijk tot de conclusie van nou, je moet het eigenlijk over in de hele breedte bezien, wil je een waardevolle registratie opbouwen. Niet alleen kijken dus naar de overheid als bronhouder, maar ook gegevens waar de overheid over beschikt als bevoegd gezag. En ook een aantal private partijen erbij betrekken, bijvoorbeeld netbeheerders, die zelf ook graag willen. Alleen al om het feit dat ze daarmee veel makkelijker tussen netbeheerders op een eenduidige manier hun gegevens kunnen delen. En daarnaast niet alleen kijken naar nieuwe gegevens toe te voegen zodra dit registratieobject in werking is getreden, maar kijken ook vooral naar alle bestaande gegevens die er zijn, want daar zit heel veel waardevolle informatie in. Nou, wat zijn de belangrijkste conclusies? Wat we eigenlijk over de hele breedte is dat we merkten van er is nu momentum over het opnemen van dit soort gegevens en het toevoegen aan de bureau. Er is heel veel positieve grondhouding en breed draagvlak om die stappen nu te zetten. En het past ook. Het past ook in de fasering die er ooit voor de bureau bedacht is. Om dat nu op te pakken en het kan ook aansluiten op het lopend programma. Er is heel veel ervaring opgedaan inmiddels met de bureau en het zou goed, een goed moment zijn om dat nu toe te voegen. En dat wordt breed gedragen. We hebben uiteraard ook gekeken van nou, maatschappelijke baten, dat is altijd van belang. En die zijn nog steeds evident. Het vergroot toegankelijkheid tot die data, het voorkomt dataverlies bij de omgevings de overgang naar de omgevingswet. Het faciliteert, stimuleert datagedreven werken. Het levert aanzienlijke kostenbesparingen op door het hergebruik van data. En niet onbelangrijk, wat we gezien hebben met zo'n PFAS, op het moment dat je zo'n probleem zich voordoet en zo'n thema, zo'n stof wordt actueel, en je moet dan nog data gaan verzamelen, dan loop je al 2 jaar achter. Terwijl als je een goede voorziening hebt waar dat soort data standaard in zitten, dan kun je veel sneller schakelen en bij nieuwe stoffen, nieuwe bedreigingen, zo snel mogelijk de data voorhanden hebben. Belangrijkste conclusies zijn ook wel van, nou richt je hierin niet alleen op nieuwe data, maar ook op de bestaande gegevens, ook wel historische gegevens genoemd. Dus richt je ook op een goede voorziening voor wellicht met andere criteria voor de bestaande gegevens die nu her en der voorhanden zijn. Richt je naast gegevens over verontreinigingen op, ook op gegevens over schone locaties. En richt je zowel op gegevens die nu publiek eigendom zijn, als gegevens die privaat eigendom zijn. En dit vindt ook draagvlak bij de private partijen overigens. Die willen dit graag. Daarvoor zullen we wel een aantal dingen moeten regelen met elkaar.
Nu is het zo dat de BRO gericht is op overheidsorganen, bestuursorganen als bronhouder, om private partijen ook toegang te geven tot de BRO. Zal daar in de wet BRO een aanpassing in nodig zijn, zodat ook rechtspersonen als bronhouder kunnen worden aangewezen. Nou, daar wordt inmiddels ook in andere verbanden, denk sonderingen, over nagedacht, waar die natuurlijk ook veel op privaat initiatief zijn verzameld. Het speelt ook bij de grondwatergegevens, waar bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven eigenaar van zijn. Dus niet alleen in het kader van milieu, maar ook in andere kaders wordt gekeken van nou, hoe kun je nou de wet zo aanpassen dat ook rechtspersonen als bronhouder kunnen worden aangewezen. Heel belangrijk is ook van zorg dat die data vroegtijdig ook al in het juiste formaat worden aangeleverd. Dus daar waar er iemand een bodemonderzoek doet en dat komt bij de gemeente terecht die dat moet beoordelen of de omgevingsdienst. Zorg dat die dan langs de lijn van de omgevingswet ook direct de data worden aangeleverd. Zodat je ook van daaruit eigenlijk een belangrijke stap ertussenuit haalt. Namelijk dat die gemeente dat vervolgens richting de BRO moet aanleveren. Nou, dat is niet. Dat vraagt om wat aanpassing in de regels van de omgevingswet. Maar daar wordt wel naar gekeken inmiddels. Fasering. Uiteraard begin met de gegevenssets 1, 2 en 4. Ik heb het ook al eerder gezegd. Leg daar de prioriteit. Doe dat op nieuwe data. Maar kijk eigenlijk meteen van hoe je daaraan toe kunt voegen. We hebben een aantal combinaties gelegd die in het rapport zijn terug te vinden, maar die ik in de presentatie even niet allemaal heb toegelicht. Maar zorg daarvoor meteen dat je de gegevenssets 1, 2 en 4, die blauwe blokjes uit dat eerdere deel, as it is voor de bestaande gegevens kunt aanleveren, dat die voorziening er is. Er zitten heel veel datum- en bodeminformatiesystemen. Ze zijn niet allemaal van dezelfde kwaliteit, dat beseffen we. Maar we winnen met elkaar een enorme slag als we die gegevens uiteraard wel na wat checks erop, maar in ieder geval as it is, zonder al te hoge criteria eraan te stellen, aan te kunnen leveren en toegankelijk te maken centraal via de basisregistratie ondergrond. Optioneel, nou, de derde stap rapporten, maar die willen we wel afhankelijk stellen van, of hebben we geadviseerd om die afhankelijk te stellen van de ontwikkelingen rond de digitale ontsluiting van documenten door decentrale overheden. Daar zijn ze druk mee bezig. Dat zal de komende jaren beter worden. Dus vooralsnog niet in de BRO, maar wel dat proces vinger aan de pols houden. Daarnaast, maar dat zal heel situationeel zijn, op het moment dat dat aan de orde is, kun je denken over het verrijken van bestaande gegevens. Op het moment dat die nu wellicht nog niet allemaal helemaal compleet zijn, maar het is een gebied waar ontwikkeling plaatsvindt, dan zou je ervoor kunnen kiezen om op dat moment dat soort gegevens te verrijken. En daar heb je het meeste rendement, is eigenlijk de conclusie uit het onderzoek. Wat ik al eerder gaf, vooralsnog achterwege laten, besluitdocumenten, bodemkwaliteitskaarten, WKPB-achtige beperkingen. Dat zijn allemaal zaken die elders zijn geregistreerd of dienen te worden geregistreerd en ontsloten. Dus ga dat niet dubbel doen en het ook nog in de BRO opnemen. Verder een nadrukkelijke wens van veel partijen. Baseer de inbro-standaarden. Je zult dit ook als wettelijke standaard moeten vast gaan leggen op de bestaande standaard 0101. Ik sluit niet uit dat er bij 0101 hier en daar best iets aangepast zou moeten worden, maar gebruik 0101 als basis en zorg dat dat voor de BRO ook wettelijk verankerd wordt. En maak daarbij gebruik van de huidige uitwisselpraktijken. We hebben nu al een hele keten van het uitwisselen van milieuhygiënische bodemdata en sluit daar als basisregistratie op goede manier op aan. Dat is eigenlijk de boodschap die breed gedragen wordt. En maak daaruit uiteraard gebruik van alle opgedane ervaringen die er nu in de fase 1 zijn gedaan. En dat zal best leiden tot een stukje technische vernieuwing en technische verbeteringen op dat systeem.
Nou, het vervolg. Ik dacht eerst van nou, ik sluit af met een dia van allemaal sondeerwagens en boorwagens en veldwerkbedrijven en adviesbureaus op het Malieveld. Zoals ze dat ook met tractoren destijds hebben gedaan. Het is altijd wat afwachten, even een moment. We hebben hier kort en heftig aan gewerkt, mag ik wel zeggen, aan dit advies. En het is ook goed geland bij een stuurgroep en bij het programmabureau. Maar dan moet je vervolgens in de wacht op de verdere besluitvorming. Nou, ik begreep net van Martin dat er inmiddels wel een brief naar de Tweede Kamer onderweg is. Het rapport is ook gepubliceerd, dus jullie kunnen het allemaal vinden op de website van de BRO. Geld is altijd een issue in dit soort zaken. Dus uiteindelijk moet dat er ook eerst komen voordat de knopen worden doorgehakt. Maar goed, we hebben daar op zich positieve verwachtingen bij. En we staan... denk ik, het hele werkveld in de startblokken om daar vervolgens mee aan de slag te gaan. Ja, dat zal zich dan moeten vertalen als er een go is, het op een gegeven moment inrichten van een projectorganisatie. Wie gaat wat doen daarin? Welke partijen worden erbij betrokken? Het detailleren van uiteindelijk de definitieve, helemaal precies uitgemodelleerde en uitgewerkte gegevens in een gegevenscatalogus. In nauw overleg met alle belanghebbenden. Een stukje wetgevingstraject. Op de punten die ik noemde, bouw is dan voorzien in 2022, 2023. Met name willen we vooral een hele slag slaan in het georganiseerde aanlevering van bestaande data. Dat zag je ook in de budgetten van Martin, dat er wat dat betreft echt de ambitie is om vanuit het programma, vanuit het project, de decentrale overheden te ontzorgen, om het zo maar te zeggen, zodat bestaande data op een goede manier in nauw overleg met de systeemleveranciers ook die data op dit moment in hun systemen hebben, om die op een goede manier in één keer aan te leveren richting IMRO A, zoals je dat noemt, dus voor de bestaande gegevens. En dat alles zoals we gewend zijn in nauwe samenwerking met de verschillende ketenpartners. Dat was mijn verhaal, ja. Henk, voor nu. Ja, heel boeiend, denk ik, Roeland. Dank je wel. Het is altijd leuk als mensen een beetje oproepen tot activisme. Hè? Dus we gaan eens kijken of dat Malieveld volkomt zo. Ik kijk ook even met een schuin oog naar de tijd. Hè. We hebben nog maar beperkt. Zitten misschien niet helemaal aan die 4:30 vastgebakken, maar het... een discussie, dat weet ik niet. Ik wil wel nog even wat recht doen aan vragen. Het is niet verbazend dat juist op dit punt natuurlijk vanuit deze hoek en deze sector nog wat vragen komen. Jij hebt ze vast niet allemaal gezien en meegekregen, maar ik zal proberen een beetje te bundelen. De eerste vraag, Roeland, is over bestaande verontreinigingen. Daarvan wordt ook gezegd van, nou ja, die zijn ook dynamisch. Hè? Want we hebben grondwaterbeweging bijvoorbeeld. Dus het is niet alleen het statische wat binnen die bureau op geld doet. Nee, klopt. Kijk, de bureau, en voor een deel van die gegevens herken ik, hoor, ik zie de vragen hier voor me. Die zijn ook in het voortraject aan bod gekomen. Ja. Het is altijd waar dat verontreiniging, het gaat ook over de houdbaarheidsdatum van onderzoeken en dat soort dingen. Het zal altijd met verstand moeten worden bekeken als jij gegevens uit het verleden gaat raadplegen. Hè? Maar dat geldt ook voor gegevens die nu worden toegevoegd. Hè? Vanaf, stel morgen is de inwerkingtreding, die zijn over 10 jaar ook weer verouderd. En kun je ook iets van zeggen. Dus er zal altijd... En of je dat in de vorm van disclaimers gaat doen of in de vorm van deskundige gebruikers. Maar je zult altijd met verstand naar data moeten kijken. Want data zijn aan veranderingen, kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Dat geldt ook als er ergens gesaneerd is. Hè. Dan zul je ook de gegevens, en dat is dan wel weer gewoon. Daar zul je heel goede afspraken over moeten maken. Van hoe communiceer je nou op goede manier wat de waarde is van data. Waarde die in de tijd aan verandering onderhevig kunnen zijn. En de waarde van een onderzoek wat vandaag is uitgevoerd is anders dan de waarde van een onderzoek wat 20 jaar geleden is uitgevoerd, of 10 jaar geleden, of over 10 jaar is uitgevoerd. Dus het met verstand naar data blijven kijken blijft altijd
van belang. En zeker als je het hebt over de milieuhygiënische gegevens. Dus daar zullen we in de uitwerking heel scherp in moeten zijn om dat goed te duiden. Dat is eigenlijk mijn algemene antwoord daarop. En het wijzigen van gegevens, want daar wordt natuurlijk ook aandacht aan gegeven in de vragen. Nou ja, als er ergens een sanering is plaatsgehad, dan wijzigen gegevens. En op dat moment zullen die gewijzigde gegevens ook aan de BRO worden toegevoegd. Hè? Maar de oude set blijft er ook? De oude set blijft er ook, maar er komen ook gegevens dat er gesaneerd is. Hè? En dan denk je over gegevens over ontgravingen en dat soort zaken. Ja, die zul je daaraan toe moeten voegen. Maar ik denk dat er de gegevens op zich, dat er in het verleden een verontreiniging is geweest, altijd relevant blijft. Vergelijk het met nu op bodemloket. Daar zul je ook zien dat de gegevens over de verontreiniging die er ooit is geweest, die zit er ook nog en die wordt ook nog getoond. Ja, oké. Er was ook nog een vraag die voorbij kwam van een gemeente, vermoed ik. Die zegt van nou, een gemeente, een bevoegd gezag, kan er wel eens een ander oordeel in zijn beschikking hebben dan een conclusie van een adviesbureau. Hoe gaan we daarmee om? Dat klopt en dat is nu ook zo. Dat is nu ook in een bodeminformatiesysteem ook. De standaard SKB 0101 heeft daar ook twee separate attributen voor. Hè? Als je kijkt op het niveau van de dataset 2, hè, het tweede laagje, de conclusies van het onderzoek, daar zit een bepaalde conclusie in. En daarnaast is er een conclusie van het bevoegd gezag in het geval dat hij daarnaar gekeken heeft. En dat zijn twee verschillende attributen. En we moeten bij de detaillering uiteraard nog kijken, neem je dat allemaal over en op, hè, in de BRO? Maar het zijn nu ook twee bestaan, in de huidige situatie, twee verschillende gegevens. Ja. Oké, dus dat... Het is makkelijk als iemand niet terug kan praten, hè? Dus, nee, dat zeker. maar er zijn er die dit soort antwoorden gebruiken om toch even de tijd te nemen om... nog wat vragen te stellen. Ik zie er hier nog eentje voorbij komen over het detailniveau van saneringen. Dingen als deelsaneringen, tijdelijke uitnames en zo. Gaan we dat ook allemaal opnemen in de BRO? Nou, als het over tijdelijke uitnames gaat en weer terugplaatsingen, dan zullen dat soort gegevens denk ik wel geregistreerd worden dat dat heeft plaatsgevonden, schat ik zo in. Maar dan krijg je eigenlijk de vraag van ga je busmeldingen registreren in de BRO, gegevens uit busmeldingen. Dat is een vraag, een terechte vraag. Voor een deel zitten er ook best nog wat detailvragen. En in die zin zijn ze allemaal welkom hoor en waardevol deze vragen. En we zijn ze in het voortraject ook tegengekomen. En voor een deel hebben we ons nu op de grote lijnen proberen te focussen. En dit soort detailvragen zullen bij met name de uitwerking van zo'n gegevenscatalogus, wat precies wel, wat precies niet, voor een deel ook de komende jaren vorm moeten krijgen. Al dan niet gefaseerd, ja. Ja, ik krijg mededelingen dat de netwerkcarousel van het Bodembreed Symposium ook op het punt staat te beginnen. Dus misschien nog even een laatste vraag die voorbij zag komen, die wel een, in mijn optiek ook een interessante is. Gaat de BRO uiteindelijk bodeminformatiesystemen bij gemeenten en omgevingsdienst vervangen? Heb je daar beeld bij? Ja, daar heb ik een duidelijk beeld bij. En het antwoord is nee. Want in bodeminformatiesystemen zijn ook voor een deel gericht op werkprocessen. Ik denk wel dat de data voor een deel uit de BRO gehaald zullen worden. Dus dat er een synchronisatie plaats gaat vinden met een deel van de data in de BRO. Maar in een bodeminformatiesysteem zit vaak veel meer informatie dan wat je ooit in een BRO gaat stoppen. En het is ook een stuk tooling ter ondersteuning van een werkproces, een bodeminformatiesysteem. Dus een bodeminformatiesysteem is veel meer dan de BRO. Ja. Ja. Oké. Goed. Dank. Dank sprekers. Martijn, Rosalie,
Arthur en Roeland. Mooie presentaties, denk ik. Het zat enige hapering in, al was het maar bij mezelf. Het viel er bij mij ook eventjes uit, maar ik was op tijd terug en jullie waren gelukkig al begonnen. Dus je kon ook zonder mij, dat is altijd fijn om te constateren. Ik wil aan de toehoorders, publiek, ook dank zeggen. Ik zie dat er nu successievelijk wel een aantal mensen vertrekt. Dus dat is ook logisch. Het congres is ook nog niet afgelopen. Er is zometeen in de centrale positie nog het een en ander. En er is aanstaande donderdag nog een bijeenkomstensessie. Dank allemaal en de opname die gaan we zo meteen stoppen. Het is gebruikelijk dat we de presentaties uiteindelijk voor iedereen beschikbaar maken. En dat zal ook nu gaan plaatsvinden. Hoe precies, dan verwijs ik jullie naar de organisatie en naar de website uiteindelijk. Daar zul je die vanzelfsprekend kunnen vinden. Dank allemaal en tot weerziens en veel succes met jullie werkzaamheden in het kader van de BRO en of daarbuiten. Fijne middag nog. Henk, jij ook bedankt als voorzitter. Ja. Iedereen bedankt voor de aanwezigheid. Tot ziens. Tot ziens. Fijne dag nog. Dus allemaal.